keurig en braaf. Ja, natuurlijk. Oké, prima. Ja. Tobias Stark. Oké, nou, het laatste onderdeel van het norm netwerkcluster is dus iets waar ik mee bezig hield toen ik hier was en nog steeds mee bezig ben. Het gaat over eigenlijk hoe onze samenleving is veranderd. Het is natuurlijk door in de afgelopen decennia, door de toename aan immigratie, hebben we tegenwoordig echt een multiculturele samenleving in Nederland. En sommige van ons krijgen er hele warm en fuzzy feelings bij met dit soort plaatjes in hun hoofd, die vooral denken aan de kansen die we kunnen creëren door die diversiteit in het land. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er anders over denken. Dit is een plaatje van een Pegida-protest of demonstratie in Utrecht. Mensen die bang zijn dat wij de Nederlandse identiteit kwijtraken door de toename aan immigratie in Nederland. Dit zijn extreme, zou ik zeggen. Dus de vraag is ook altijd van hoe kijkt de bevolking in het algemeen daarna? En ik wil nu als eerste vandaag resultaten van een enquête laten zien. Dat is toch echt iets wat we sociologen doen. Dus wij hebben 2016 aan een representatieve steekproef van autochtone Nederlanders gevraagd. Hoe zou u in het algemeen uw gevoelens ten opzichte van mensen van allochtone afkomst beschrijven? En we hebben dezelfde vraag gesteld over gevoelens ten opzichte van autochtone Nederlanders. En doordat we allebei de vragen hebben gesteld, kunnen we nu vergelijken van welke percentage van mensen hebben nu positieve gevoelens ten opzichte van autochtone dan mensen van allochtone afkomst. Wow, dat ziet er gek uit. Oké, dat... ongeveer 20-30% van de Nederlanders in deze representatieve steekproef zeggen dat ze denken dat autochtone Nederlanders positiever zijn, dat ze vriendelijker zijn en dat ze meer vertrouwen hebben in autochtone Nederlanders dan in allochtone Nederlanders. Nou, is de bedoeling van mijn praatje niet dat hier de Duitse staten die allemaal verwijt van hoe bevoordeeld toch de Nederlanders niet zijn? Oké. Nee, maar het gaat... In dit cluster, in dit onderwerp, gaat het dus over vragen van hoe komt het dat wij tegenwoordig in een samenleving leven waar dit soort gevoelens bestaan, maar voornamelijk ook dat mensen bereid zijn om dat openbaar te uiten. Dus wij houden ons bezig met vragen van hoe ontstaan vooroordelen, maar ook van hoe kunnen we vooroordelen voorkomen, wat kun je tegen doen. En om deze vraag te beantwoorden, ben ik in mijn promotieonderzoek daarmee begonnen, samen met Andreas, een onderzoeksstudie op te richten, de Arnhem Schoolstudie. En ik moet eerlijk toegeven dat een beetje uit de hand is gelopen. Dan mist iets. Maar goed, uiteindelijk hebben wij... De bedoeling was dat ik een groep kinderen volg van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. En uiteindelijk waren het meer dan 2000 kinderen waar we op 7 meetmomenten vragenlijsten hebben afgenomen. Dat was natuurlijk veel te veel voor mij om in mijn eentje te doen. En gelukkig had ik dan op een gegeven moment ook hulp door Anke Munniksma, die nu UD is aan de UvA, en Kobi van Nienhuis, die UD is hier in Groningen. En ja, samen hebben wij dus die studie gerand. Uiteindelijk is het dan ook echt succesvol gebleken. Er zijn op dit moment meer dan 14 wetenschappelijke artikelen geschreven met deze data. En die data zijn ook gebruikt in 5 proefschriften. En zelf had ik ook heel veel baat bij, want na afloop van mijn promotieonderzoek kreeg ik de kans met een Marie Curie Fellowship bij Stanford University 2 jaar te werken. En heb ik, zoals we eerder zeggen, nu het geluk om in het mooie Utrecht te mogen werken. Maar u vraagt zich nu zeker ook, nou, 14 artikelen geschreven, 5 proefschriften, wat komt er nu allemaal uit deze dataverzameling die we hebben gedaan? Veel te veel, uiteraard, maar ik wil toch even één onderwerp laten zien dat heel vaak terugkomt in de publieke debat, in het politieke debat in Nederland. En dat is de vraag, moeten wij nu eigenlijk scholen etnisch mengen? Sommige mensen kijken naar wat is het effect van mengen op de leerprestatie van kinderen. Maar wij kijken dus naar wat is het effect van mengen op voordelen. Omdat het idee bestaat door sommige mensen, als ze contact hebben met kinderen van andere etnische groepen, gaan we voordelen tegen. Nou, daar hebben we naar gekeken samen met Andreas en Michael Meijs, die ook ergens hier zit. En dan hebben we met name gekeken in onze steekproef onder de autochtone kinderen in de steekproef. Hoe veranderen hun mening over, in dit geval, Turkse en Marokkaanse Nederlanders in het algemeen, als ze Turkse of Marokkaanse klasgenoten hebben? Dit is dus de verandering in de loop van 1 schooljaar. En het eerste, ik laat hier even ter illustratie zien hoe de mening verandert van een gemiddelde Nederlands kind met 3 Turkse klasgenoten. Met name helemaal niet. En dat is iets wat uit veel onderzoek terug
komt in Nederland dat het mengen op zich niet echt effect heeft. Maar als we dan naar de netwerken kijken die binnen die schoolklassen bestaan, dan zien we wel degelijk effect. Want kinderen, het gemiddelde Nederlands kind dat 3 Turkse Nederlandse klasgenoten heeft, en ze vinden elkaar leuk of ze hebben een vriendschapsrelatie, die verandert wel behoorlijk. Nou zou je kunnen zeggen 0,4 punten, dat is niet zo echt groot verschil. Maar ja, het gaat over een 7-puntschaal en dat is verandering binnen 1 schooljaar. Dus dat is wel behoorlijk wat. Maar we zien ook het tegenovergestelde. En dat is als een kind 3 Turkse klasgenoten heeft, maar een negatieve relatie met die. Dat ze elkaar niet leuk vinden, dat ze elkaar pesten. Dan gaan ook de beeldvorming achteruit, ontstaan meer voordelen. Nou, de conclusie van dit soort onderzoeken over het algemeen is dat mengen op zich niet genoeg is. En dat we dus meer moeten doen. En dat is iets waar ik me tegenwoordig meer mee bezighoud. En met name begeleid ik social workers die verschillende interventies uitvoeren op basisschool. Hier, dat is een voorbeeld van de interventie Discussiëren kun je leren, die op dit moment op 60 basisscholen in Amsterdam draait. Waar kinderen een training krijgen, een 5-weken programma is. Een training krijgt in fatsoenlijk met elkaar discussiëren. En dat is ook gebaseerd op samenwerking, een positief contact bevorderen tussen de kinderen in de klas. En wat je hier kunt zien is, de rode lijn is een controlegroep die niet mee heeft gedaan aan de interventie. En daar verandert niks tussen ons voor- en nameting. Dat is ook niet helemaal gek. En dan die interventiegroep, daar zien we minder voordeel na afloop van de interventie. En dat is het onderwerp waar ik eigenlijk op dit moment ook mee bezig ben en verder mee door wil gaan. Voor de toekomst te kijken, nog veel sterker van hoe kunnen we nu gebruik maken van het netwerk in zo'n schoolklas om effectievere interventies te ontwikkelen. Dus met name willen we nu kijken, kunnen we interventies zo opzetten dat invloedrijke jongeren positieve normen in het sociale netwerk van hun klas kunnen verspreiden. En ook misschien kunnen we door slimme interventies echt de structuur van het netwerk binnen zo'n klas veranderen om voordelen af te bouwen, maar ook polarisatie tegen te gaan in de klas waar Andreas het over had. En zelfs om radicalisering te voorkomen. En daar ben ik nu recent een samenwerking gestart met burgerschapsdocenten van het ROC Mondriaan. Dat is een groot mbo in Den Haag. En wij proberen samen daar iets moois van te maken. Dat was hem. Awesome.